ik ben gewoon open en eerlijk. En ik laat niet zo makkelijk, je toch, ik laat me niet zo makkelijk aan de kant geduwd worden door andere mensen. Mijn naam is Dylan Hoogwerf, ik ben 16. Ik speelde bij Ajax, ik ga nu naar Manchester United. Mensen die voetbal niet begrijpen, zien het als jongens of meisjes die een bal tikken en erachteraan rennen. Gewoon. Maar als je gewoon verder kijkt, dan dat is het. Je moet nadenken met wat je doet. En als je de bal hebt, moet je niet één stap vooruit denken, maar moet je wel drie of vier stappen vooruit denken, zeg maar. Dat is ook wat het zo mooi maakt. Meestal zoals Iniesta, Xavi, dat zijn wel de spelers waarvoor je zeg maar, naar het stadion zou komen. Want we maken het spel, zeg maar. Hoe ik de top ga bereiken? Ik vind het belangrijkste is dat je gewoon in je schoenen blijft lopen, zoals ik het zeg, en niet naast je schoenen gaat lopen. En ik denk, ja, als je hard blijft werken, je laat zien wat je kan, dan moet je er snel genoeg komen. Belangrijkste doelpunt. Ik denk in de finale met twee doelpunten tegen Marveld. Tegen Barcelona op Marveld. Marveld was wel echt. Door Marveld ben ik eigenlijk een beetje uitgebloeid, zeg maar. Ben ik een beetje gaan opvallen. De beste speler waar ik mee heb gespeeld. Er zijn er wel een paar. Ik denk Nachi wel. Nachi Univar. Xavi, Simons kan er ook wel wat van. Solo en Jurien van onder 19. En Soontje ga ik niet vergeten. Soontje is hij. Hoe hij voetbalt is echt niet normaal. Het WK winnen natuurlijk. Champions League spelen. Ja. Yeah. En ook een hele grote droom van me is gewoon Nigeria helpen met het verbeteren zeg maar, van het land.